En Neptunus is het verst verwijderd van de zon. Hij is af met alle planeten. Oh, jullie zijn er. Dat is fijn. Jullie zijn precies op tijd. Ik heb iets heel bijzonders voor jullie. Dit hier is ons zonnestelsel. Maar er zijn nog veel meer planeten. Onze aarde is natuurlijk bijzonder. Maar het is vast niet de enige planeet waar leven is. Er zijn immers heel veel planeten. En nu? Eens kijken welk verhaal het boek vandaag voor ons in petto heeft. Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, zo ver als je kunt reizen, begint het verhaal van vandaag. Reis naar de maan. Daisy en Gert bouwen hun eigen ruimteschip van een grote kartonnen doos. Blinkend aluminiumfolie en felgekleurde flessendoppen. Het allerliefst zouden ze helemaal naar de maan vliegen. Dan kunnen ze ontdekken wat daar woont. Daisy denkt dat er maankoeien op de maan wonen. En Gert denkt dat er heel bijzondere maanplanten groeien op de maan. Om de beurt kijken ze naar de maan met hun telescoop. Maar ze zien geen maankoeien en ook geen bijzondere maanplanten. Het is veel te ver weg. Als we het heel, heel erg wensen, kunnen we ooit misschien een keer naar de maan reizen, zegt Daisy. Ze stappen in hun ruimteschip. Ze doen hun ogen dicht en wensen heel, heel erg. Plotseling springt er een flessendop van het ruimteschip. Daisy en Gert doen net op tijd hun ogen open om te zien dat hij toink, toink, toink door de kamer stuitert en terechtkomt in een klein muizenholletje. Hij komt terecht in een klein muizenholletje. Gert steekt zijn hand erin om hem te pakken. En dan gebeurt er iets heel vreemds. Het kleine muizenholletje wordt steeds groter en groter en groter, tot het net groot genoeg is om er doorheen te kruipen. Vlak achter de plint van hun doodgewone huis is een geweldig ruimteschip. Daisy en Gert zijn helemaal door het dolle heen. Ze grijpen de ruimtehelmen van de haak en zetten ze op. Wat een prachtig uitzicht hebben Daisy en Gert vanaf hier. De aarde is ineens piepklein vanaf deze hoogte. Oh, maar kijk, de maan is vlakbij. Gert pakt het stuur van het ruimteschip en stuurt het naar de maan. Maar hij weet niet hoe hij moet landen. Hij drukt op alle knoppen. Er begint een rood lampje te knipperen. Daisy houdt zich vast terwijl het ruimteschip rammelt en schudt. Dan landen ze met een grote dreun op de maan. Daisy en Gert klimmen uit het ruimteschip. Ze zijn zo trots dat ze de allereerste jongen en het allereerste meisje zijn die ooit op de maan zijn geland. Gert doet de deur van het ruimteschip dicht. Eerst lijkt de maan een beetje
koud en een beetje grijs. Maar als de zon opkomt, komt de koude, grijze maan tot leven. Uit de grond komen maanplanten tevoorschijn, waar mooie, grote maanvruchten aan groeien. Ik had gelijk, zegt Gert. En kijk, daar komt een hele kudde maankoeien aan. We hadden allebei gelijk, zegt Daisy. Als er planten en dieren op de maan leven, moet er lucht zijn om te ademen. Daarom zetten ze hun ruimtehelmen af. Daisy en Gert aaien de zachte vacht van de maankoeien. En er zweeft glinsterend maanstof door de lucht. Ze proeven zelfs van het maanfruit. Het smaakt precies als jonge kaas. Maar ze weten niet dat ze in de gaten worden gehouden door de selenieten. En die zien er heel boos uit. Ze komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen en achtervolgen Daisy en Gert over de maan. Daisy rent zo hard als ze kan, maar de grootste seleniet rent nog harder. Ze vangt de arme Daisy met haar net. Gert rent en rent en rent, maar hij is niet snel genoeg. De seleniet vangt hem in haar net. Die arme Daisy en Gert zijn heel erg bang. De selenieten sluiten Daisy en Gert op in hun gevangenis. Om de beurt bewaken ze de gevangenen. De hele dag en de hele nacht. Daisy en Gert zijn heel verdrietig. Waren ze maar thuis gebleven? Ik hoop dat ze ons niet willen opeten, fluistert Gert. Geen zorgen, zegt Daisy. Ik heb een idee. Ze strekt haar vingers tussen de tralies door. Dan kietelt ze de seleniet die de wacht houdt. Die kan daar niet tegen. Ze giechelt en giechelt en laat de sleutel vallen. Gert grijpt snel de sleutel en maakt de deur open. Nu kunnen ze ontsnappen. Daisy en Gert rennen zo snel als ze kunnen naar hun ruimteschip. De selenieten rennen achter hen aan met hun netten. Gert probeert uit alle macht de deur open te krijgen, maar die zit potdicht. Schiet op, Gert, zegt Daisy, voordat ze ons te pakken krijgen. Maar het is al te laat. Ze zijn omsingeld door de selenieten. Die houden hun netten omhoog, klaar om hen te vangen. Wacht, zegt Daisy. Het spijt ons dat we jullie maanfruit hebben opgegeten. Eet ons alsjeblieft niet op. We willen jullie niet opeten. Wij zijn vegetariërs, grinnikt de grootste seleniet. We waren boos omdat jullie ons maanfruit pakten zonder het te vragen. Het spijt Daisy en Gert enorm. Ze beloven dat ze het altijd zullen vragen voordat ze iets pakken wat niet van hen is. Ze geven elkaar een hand. De selenieten beloven hen te laten gaan. Maar eerst moeten ze helpen met klusjes. De selenieten plukken de grootste maanvruchten. Die zijn klaar om op te eten. Daisy en Gert helpen ook mee. Dan bedekken ze de maankoeien met magisch maanstof. Daardoor blijft hun vacht mooi glanzen. De selenieten melken de roze uiers van de maankoeien. Daisy en Gert moeten lachen als er oranje melk uitkomt. Tinkelend valt het in de zilveren emmer. De maan is een grappige plek.
De Selenieten nodigen Daisy en Gert uit voor hun feest om hen te bedanken voor al hun hulp. Ze eten lekker maanfruit en drinken maankoeienmelk. Dat smaakt naar sinaasappelsap. De Selenieten leren Daisy en Gert zelfs hun speciale maanloopje. Het ziet er zo leuk uit dat ze wel mee moeten doen. Al snel is het tijd voor Daisy en Gert om naar huis te gaan. Maar de deur van het ruimteschip zit nog steeds muurvast. De Selenieten bestrooien de deur met magisch maanstof. Hij zwaait wijd open. Nu kunnen ze naar binnen klimmen. Daisy en Gert zijn verdrietig als ze afscheid nemen van hun nieuwe vrienden. Maar ze moeten naar huis. Dus kruipen ze door het muizenholletje. Hun avontuur op de maan was heel leuk. Maar Daisy en Gert zijn toch blij dat ze terug op aarde zijn. Elke keer als ze omhoog kijken, denken ze aan de selenieten en de maanvruchten en de maankoeien. Ze kijken door hun telescoop naar de maan in de verte. En kijk eens wat ze daar zien. De selenieten zwaaien naar hen. Dat was het alweer. Ik denk dat ons boek nu echt even tot rust moet komen. Het is immers heel, heel oud. Trouwens, wie van jullie kijkt er 's nachts ook wel eens door een telescoop? Wie weet, ontdek je wel een hele nieuwe planeet. Ik zeg tot ziens. Tot de volgende keer bij een nieuw Boomerang-verhaal.